Hi, mijn naam is Johnny Nijenhuis en ik ben expert op het gebied van zero-emissie trucks. En ik ben dit jaar de trotse ambassadeur van de zero-emissie Ecomobiel. Zero-emissie Ecomobiel heeft gezien dat de transitie naar zero-emissie trucks behoorlijk aan het versnellen is. En ik denk dat ze dat goed gezien hebben. Vandaar dat we veel meer aandacht gaan besteden aan zero-emissie trucks op de Ecomobiel dit jaar in Den Bosch. Ik zal u een aantal voorbeelden geven van orders die de laatste tijd weer gevallen zijn of auto's die zijn uitgeleverd. Laten we beginnen in Nederland, bij Simon Loos. Want Simon Loos heeft een order gegeven aan Mercedes-Benz voor 5 keer een e-Actros. En dat is best een beetje opvallend, want die e-Actrossen worden niet geleverd met het grootste batterijpakket dat er te krijgen is. Nee, Simon Loos denkt dat met het kleinste batterijpakket, 315 kWh, al voldoende is om in te zetten in de operatie bij Albert Heijn. Met die 315 kWh batterijpakket denken zij een actieradius te kunnen garanderen van 250 km per lading. Ook DAF heeft een aantal auto's afgeleverd. Zo heeft de gemeente Amsterdam een tweetal zijladers, huisvuurauto's, uitgeleverd gekregen. En ook Renewy, ook bekend van de huisvuurauto's, heeft een elektrische huisvuurauto uitgeleverd gekregen. In het geval van Renewy ging het om een achterlader. DAF maakt gebruik van LFP-batterijen en dat is best wel een bijzondere batterij, maar daarover later nog eventjes meer. Als we kijken in het buitenland, heeft DAF daar ook een mooie order gescoord. Dit keer voor Amazon, de tech-gigant uit Amerika. DAF mag daar 5 keer een elektrische CEF-trekker gaan leveren. Amazon heeft als ambitie om in 2030, dat is over 8 jaar, de helft van haar transport CO2-neutraal te gaan uitvoeren. En 10 jaar later, in 2040, moet zelfs de volledige operatie van Amazon volledig CO2-neutraal zijn. Nou, daar komen elektrische vrachtwagens dus echt goed van pas. Dat waren de 5. Daar zal Volvo een klein beetje om lachen. Volvo heeft in Noord-Amerika een order gescoord van 110 elektrische vrachtwagens voor de wereldwijde logistieke partij Maersk. Deze auto's moeten in het eerste kwartaal van 2023 op de weg komen. Als deze auto's allemaal zijn uitgeleverd, dan heeft Maersk een totale elektrische vrachtwagenvloot van 126 auto's. En dat zijn toch serieuze getallen als het gaat om zero-emissie trucks. Maar ook Scania heeft een mooie order gescoord. In Denemarken heeft de gemeente Kopenhagen een order gegeven voor 100 elektrische vrachtwagens. Ook dit gaat net zoals de gemeente Amsterdam en de Renewy huisvuurauto's zijn. Alleen er zit één verschil. Scania voert deze auto's uit als low-entry cabs. Dat betekent dat de chauffeur een ontzettend lage instap heeft en heel makkelijk in en uit de auto kan komen. Een ander voordeel van een low-entry cab is dat je laag bij de grond zit en dus goed overzicht hebt en een kleine dode hoek. Dat betekent dat die auto van zichzelf een stuk veiliger is. Ik verwacht dat er in de toekomst regelgeving wordt opgetuigd dat het een verplichting gaat worden, ook in Nederland. Als we dan nog iets grotere orders willen kijken, dan zijn die er wel. Dan kunnen we die vinden bij BYD, wat staat voor Build Your Dreams. Dat is een Chinese truckbouwer. En zij hebben een order gekregen van een Zweedse start-up, Einride. Ze hebben een order gekregen voor 200 elektrische vrachtwagens. En Einride is niet zomaar een partij. Zij proberen een autonome vrachtwagen te ontwikkelen. Maar ook op het gebied van elektrische vrachtwagens doen ze goed mee. In het verleden heeft de Nederlandse partij Emos er auto's geleverd, maar eind 2021 heeft Mercedes-Benz daar ook weer een order gekregen van 120 elektrische Actrossen. BYD voert de auto's uit als met een 560 kWh batterijpakket en denkt dat die auto's daar ongeveer 320 km actieradius mee gaan halen. Ook BYD, net als DAF, maakt gebruik van een LFP batterij. En daar wil ik toch wel even extra de aandacht voor vragen. Want LFP leek altijd een beetje het zwakkere broertje in de verschillende batterijen. Ze waren zwaar en ze waren heel erg groot. Wat ze vaak ongeschikt maakte voor voertuigen en dus ook voor vrachtwagens. Maar veel van die problemen zijn nu opgelost. Ze zijn niet meer zo zwaar en ze zijn nog wel iets groter dan andere soorten batterijen. Maar het grootste probleem is opgelost. Wat overblijft zijn een drietal grote voordelen van LFP-batterijen. Zo zijn ze erg veilig, want als je er een stalen pen doorheen steekt, dan vliegen ze niet in de brand. En dat is bij andere batterijen wel het geval. Dus ze zijn heel erg veilig, ze zullen niet zomaar ontbranden. Een ander groot voordeel is dat er geen kobalt en
geen nikkel in zit. Dat betekent dat we niet die schaarse metalen uit de grond hoeven halen. En dat gebeurt op sommige plekken in de wereld waar dat er wat anders aan toe gaat dan dat we dat in Europa zouden doen. En we zien ook dat de markt voor nikkel en kobalt behoorlijk verstoord is op het moment. Met name de oorlog in Oekraïne die draagt daaraan bij. Nou, die metalen die heeft een LFP-batterij dus niet. Maar misschien wat ik nog wel het belangrijkste voordeel vind van LFP-batterijen is dat ze heel langzaam slijten. Je kunt dus heel vaak een batterij opladen en ontladen voordat die capaciteit gaat verliezen. En dat betekent dat in de toekomst de verwachting is dat LFP-batterijen zelfs de vrachtwagen gaan overleven. We gaan dus niet meer meemaken dat een batterij gaat verslijten in de levensduur van een vrachtwagen. En dat gecombineerd met een elektrische aandrijflijn, met een elektromotor, die ook eigenlijk niet slijt, zou dus het maar zo kunnen zijn dat we cabines weer gaan refurbishen en dus weer opnieuw gaan inrichten met een nieuwe stoel erin, een nieuwe bekleding erin, omdat de aandrijflijn en de batterij nog prima in orde zijn. Maar zero-emissie trucks zijn niet alleen batterij-elektrische vrachtwagens. Ook op het gebied van waterstof-elektrische vrachtwagens gebeurt er wel degelijk wat. En we hebben hier vlak bij huis ook een mooie partij zitten die zich daarmee bezighoudt. Huizen Motors Europe, met een productielocatie in Winschoten in Groningen. En zij hebben ook een order gescoord voor 18 waterstof-elektrische vrachtwagens in Duitsland. De firma Highlane gaat deze auto's afnemen en vervolgens via een huurconstructie weer aanbieden aan de eindgebruikers. En op die manier kunnen Duitse bedrijven dus op een laagdrempelige manier kennis gaan maken met waterstof-elektrische vrachtwagens. Nou, wil je zelf eens een keertje zo'n waterstof-elektrische vrachtwagen zien? Dat kan. Hyzon is ook dit jaar weer exposant op de Zero Emissie Ecomobiel in oktober van dit jaar. Ik zal er ook zijn, dus twijfel niet om me eventjes aan te schieten. Dan drinken we even een bak koffie en als je wat vragen hebt, dan help ik je graag. Ik hoop je dan te zien in oktober in de Brabanthallen in Den Bosch.